De vastgoedprijzen zijn in Vlaanderen het voorbije jaar met zo'n 6% gestegen. We stellen ons de vraag of een woning kopen niet stilaan onbetaalbaar wordt. Vooral voor jonge gezinnen. We gingen te raden bij ERA, het grootste Belgische vastgoednetwerk. We spraken eraf met Johan Krijgsman, CEO en immokenner bij uitstek. Dag Johan, laten we meteen met de deur in huis vallen. Ik wil heel graag een woning kopen, maar al die prijsstijgingen gaan dat toch onmogelijk maken? Dat is een heel terechte vraag, maar een onterechte vrees. Vastgoed is niet de pure prijs. Er komt veel meer bij kijken om de betaalbaarheid van vastgoed te gaan bepalen. En als we gewoon gaan kijken naar de rente, die daar een heel belangrijk effect in heeft, 5 jaar geleden ongeveer 2%, vandaag gehalveerd naar de grens van 1%. Dat maakt een heel groot verschil. Wat betekent dat voor mijn aflossingen, Johan? Heel concreet, als je een woning zou aankopen van 250.000 euro, 10 jaar geleden, dan betekent dat aan de rente van toen 4%, 25 jaar, dat je 1320 euro zou gaan afbetalen. Als we dat vandaag zouden doen, aan de rente van 1%, dan gaat dat, zakt die maandelijkse aflossing naar 950 euro. Oké. Toch wel al een groot verschil. Dat scheelt inderdaad op mijn budget. Ja, zeker en vast. Als we het zelfs omgekeerd een keer gaan kijken, en je kocht dus 10 jaar geleden die woning van 250.000 euro, je gaat dat vandaag doen aan dezelfde 1320 euro per maand aflossing, ook op 25 jaar, maar aan de huidige rente van 1%, dan kunnen we niet 250.000 lenen, maar kunnen we 350.000 euro gaan lenen. 100.000 euro meer. Dat is dus al een heel groot verschil. En daarnaast stijgen onze lonen jaarlijks ook nog eens gemiddeld met 1,2%, wat ook nog een bijkomende invloed heeft op de betaalbaarheid. Het einde van corona is nabij. Wat verwacht je van de marktprijzen? Een correctie of blijven ze verder stijgen? Ik denk een goede vraag. En eerlijk, niemand die het 100% zeker weet. Maar wat we in het begin van uitgingen om eerder een stabilisatie dit jaar te hebben achter toch wel de stijging van de laatste 2 jaar, blijkt de markt eigenlijk zo niet te reageren. De eerste maanden is er nog altijd heel veel vraag. Mensen zijn zich bewust geweest van, ja, we willen iets gaan zoeken in de corona naar ons echt ons goesting is. Dus eigenlijk zien we tot nu toe nog altijd een lichte prijsstijging. En verwachten we toch ook dit jaar nog altijd een bijkomende prijsstijging. Dank je, Johan. Ik zie het al wat minder somber in. En terecht, de situatie is nu eenmaal een stukje complexer dan zeggen de prijzen zijn te duur en alles wordt overbetaald. Er komen veel meer zaken bij kijken, zoals dat we er juist zagen dat we gewoon 100.000 euro meer kunnen gaan ontlenen op 10 jaar tijd. Dus de betaalbaarheid in België is nog altijd zeer goed. Bedankt voor dit gesprek, Johan. Dank je wel. Al bij al blijken de woningen in Vlaanderen vandaag nog altijd vrij betaalbaar.